Henk is de godfather eigenlijk wel van tatoeëren. Kom maar hier. Henk is someone like a pope of tattooing, you know. Hij is gewoon de king. Ik wilde dat het een serieus vak werd gezien. Als ik naar mijn vader kijk, dan zie ik tattoo. De eerste jaren van die carrière bestonden eigenlijk uit één grote roes. Je moet kiezen tussen mij of de coke. En toen zei hij, de coke. Daar word je in geboren. Dat weet je niet anders. Totdat je een schoonfamilie krijgt en denkt, huh? Het is hier saai. Het is net anale seks, je moet gewoon ontspannen. Ik dacht dat ik met een man getrouwd was en toen kreeg ik een hele grote baby. Ik ben zo moe. Is nou het punt van een fucking mental breakdown? We vinden het best wel moeilijk om een soort van emotioneel te zijn. Ik ben ontzettend trots op die wijf, maar het zijn ook een paar pestleiers. Ik ben 71. Dat is een soort, ja, dat eeuwige boef die in hem zit. I wasted a lot of good time and having good times. What the fuck is de legacy? Ze mogen het uitzoeken naar mij. Stream Schiefmachers Legacy op NPO Start.